Ze slapen veel uit, krijgen vaak korting en hebben volop de tijd om te genieten van hun leven. Nee, ik heb het niet over studenten, maar over senioren. En als je goed kijkt, lopen er genoeg rond op onze campus. Een hongerige senior. Waarom bent u vanavond bij de Ref te gaan eten? Omdat ik te lui ben om zelf te koken. Mijn vrouw is gestorven, dus en om alleen te koken, dat vind ik niks. Je vindt eten hier wel lekker? Soms is het niet te eten en de andere keer is het wel te eten. Lekker. Ja. Het is goedkoop, het is lekker, het is makkelijk. Je kan drie maaltijden kiezen. Dus, De Ref heeft een nieuwe look gekregen, wat vind je van de renovatie? Mooi. Ja? Ja hoor. Ja. Nou, ze hadden niet voor die hoge rotstoelen moeten zorgen. Dat, die vindt niks. Sportende senioren. Waarom sport je op de universiteit? Om een beetje in conditie te blijven en af te vallen. Ik vind hier een prettige sfeer. Ik sport hier nu 4-5 jaar, denk ik. En wat doet u hier dan allemaal? Tegenwoordig alleen maar fitness. Hoe is het nou om te sporten tussen de studenten? Dat vind ik wel prettig, ja. Ja, goede sfeer, leuke muziek. Beetje te druk de laatste tijd, maar ik vind het wel prettig hier. Nou, ik zit op de 55-plus spinning. Dus dat is met leeftijdsgenoten. Maar bij de fitness, ja, ik vind het leuk. Ja. En wat wilt de studenten nog meegeven die hier sporten? Je hebt maar één lijf en daar moet je het hele leven mee doen. Dus het is belangrijk. Studerende senioren. Ik ben Willem Daan en ik studeer rechten. Achter de geraniums is het niet zo leuk, dus ik ga iets studeren. Ik kan studeren omdat ik het vak leuk vind. Wat wilt u uiteindelijk gaan doen met deze studie? Die vraag stellen ze wel eens en dan heb ik een rekensommetje en dan zeg ik, nou kijk, denk je dat de maatschappij op een 86-jarige net afgestudeerde advocaat zit te wachten? Nee, dat denken ze dan niet. Dus ik denk dat ik daar niet veel meer mee doe. Ik hoop er wel wat mee te doen. Zo nu en dan wat mensen wat adviesjes geven. En voor de rest hou ik het voor gezien. Ik doe het voor mijn lol. Maak je iets mee van het studentenleven naast studeren en studie? Nee, daar pas ik niet meer tussen. Wat zou je ons studenten nu nog echt mee willen geven? In interesse in datgene wat je doet en wat verder kijken dan alleen rijtjes leren. Probeer nu al achter het recht te kijken, achter je studie te kijken. En niet rijtjes leren uit het hoofd en die reproduceren. Want daar kun je de maatschappij niet mee aan.